Er hangt nog heel iets mist in het bos, zeg maar. We zijn behoorlijk vroeg al, jongens. 8 uur, kijk. 8:34. Nee, wow, 8:43. Iets later zelfs nog, wow. Kijk dan. We waren hier achter al bij de parkeerplaats. Hebben we gewoon moeten wachten terwijl de zon opkwam. Want het was nog helemaal stokdonker, zeg maar. Dit zijn altijd van die paden. Als je daar stilstaat, dan kan er wild overschieten. Kijk dan hoe lang dat erachter loopt. In de stad was er helemaal geen mist. En hier in het bos hangt er gewoon overal mist eigenlijk. Het druppelt nog wat na, wow. Kijk dan, de hele nacht heeft het gedruppeld en geregend. Zo ziet het eruit. Het is helemaal verdord, jongens. Alle hoge varens die zijn helemaal vlak gaan liggen, helemaal naar beneden. Dus die zijn nou goed aan het verteren eigenlijk. Ook wel grappig, jongens. We gaan gewoon even hier een stukje lopen. De hele nacht hebben we niet geslapen, jongens. We zijn gewoon wakker gebleven. We hebben wel iets van daarvoor, zeg maar, 5 uurtjes geslapen. Maar toen zijn we wakker gebleven, omdat ik wakker werd van een alarm. Ja, dat afging in huis. Dat is ook wel grappig. Als er bij mij bepaalde dingen te heet worden, dan heb ik er een alarm tussen gezet en die gaat dan af. Oh. Ik zit alleen eventjes te kijken wat dit nu is. Kijk, daar. Dat stuk daar. Het lijkt wel of dat omhoog... Het loopt omhoog. Oh jee, daar hadden we ook niet gedacht. Wat is dat dan? Jongens, wat zou er aan de achterkant zijn? In het midden wat je nu ziet bij die boom... Daar dus. En dan daarachter weer naar beneden. Daar ben ik me wel heel benieuwd naar wat daar is. Ik heb hier toen ook eens een keer, toen had ik laarzen aan. Dan stond ik midden in het bos daar ergens. Zo op die plek ergens hier zo. En het was urenlang was het aan het stortregenen. En ik stond daar gewoon. Oh, dat was een heel onprettig gevoel, jongens. Oh. En dan denk je van, ja, waarom loop je dan niet verder? Ja, dat is een aantal kilometers, weet je, om hier nog uit te komen. Dus ik moest gewoon blijven staan. Oh. Hé, jongens. Ik verwacht dat eigenlijk niet. Waarom loopt het daar opeens zo hoog? Kijk dan, die hele heuvel daar. Kijk, je ziet het waar nu de camera op gericht staat. Dat stuk... En daar zie je het heel duidelijk. En waarschijnlijk waar die boom schuin hangt, dan gaat het weer naar beneden. Dan stoor eens eventjes die plek in de gaten houden, wat dat nou precies is. Let op, kijk. Dat hele stuk daar. Zie je dat? Dat is wel grappig. Een drinkwaterpoel voor de dieren. Jongens, het is helemaal stil in het bos. Nog eventjes een klein stukje verder kijken. We weten heel veel. Alleen. Wat is dat? Kijk, nu je hier staat op dit open stuk. Lijkt het opeens wel heel erg hoog te gaan. Kijk dan naar die omgeving. We gaan toch eens een keer kijken wat daar achteraan is, want ik ben wel heel erg benieuwd. Jongens, de wilde ganzen, het gaat kouder worden.
Oké, jongens, we gaan weer even teruglopen. We gaan vandaag meerdere dingen onderzoeken, zeg maar. En dit was eventjes om een heel klein beetje warm te lopen. Dan gaan we ze dadelijk eventjes ergens anders heen rijden. En dan gaan we daar eens eventjes 2 of 3 plekken verkennen. En als het een beetje mee zit tegen de avond, misschien dat we nog een aparte plek gaan zoeken. Dus dan hebben we misschien 4 plekken gehad. Dus dat is wel interessant. Oké, ik ga weer terug. Het is 5,5 graden. Maar het voelt aan of dat het zo'n 8 graden is of nog warmer. Omdat het helemaal windstil is. Dus dat is wel super grappig. Het is in ieder geval niet koud, gelukkig. Ik denk bij mezelf, ik neem toch maar de GPS mee. Ik denk van, als ik een keer even verdwaal of zo. Wow. Zo zie je maar weer, dan loop je ergens een pad in. Hebben we weer wat ontdekt, weet je. Maar goed. Gelukkig de hele nacht allerlei dingetjes kunnen doen. Wat dingetjes aan kunnen tekenen. Een lijstje gemaakt voor wat we vandaag willen gaan kopen in de winkel. Oh, dat is wel gaaf, jongens. Nou jongens, mensen, ik ga hiermee de video weer beëindigen. En dan gaan we eventjes kijken of we een iets langere vlog kunnen maken zo dadelijk. Want dat is wel mooi, jongens. Kijk eens eventjes hoe spooky dat eruit ziet met die mist. Ja, dat is wel heel mooi. Hebben we toch weer 7 minuten kunnen filmen.